Hebben jullie dat een beetje gevolgd, vrienden? Dat hele gedoe over de televisiering. Dat is weer zo'n voorbeeld van flauwekul in televisieland. Ja, want daar staat het dus bol van daar, maar dat weten wij natuurlijk. Maar die televisiering, die hebben dus in het verleden dus prijzen gegeven aan voetbal, International Football Insight, weet ik veel hoe dat toen heette. En die wonnen dat, ik geloof 10 jaar geleden of zo. Nou, en daarna heeft ook Lubach, die heeft ook een keer gewonnen. Nou, en wat gebeurt er? Die willen gewoon weer meedoen aan die verkiezing. Ja, waarom niet, hè? En wat zegt televisie dan? Nee, jullie mogen met je nieuwe programma, hè, want ze heten dan nu anders, hè? Dat heet dan nu Vandaag Insight en weet ik veel, Lubach heet niet Lubach op zondag, maar de avondshow, maakt niet uit. Ja, jullie zijn een spin-off van jullie programma en jullie mogen, eigenlijk mag het programma maar 1 keer meedoen, jullie mogen niet meer meedoen. Nou, hey, woehoe. Hoe lopen die hersenen daar bij de televisier? En ja, dus daar kwam er natuurlijk verzet tegen. Want de mensen die dus zeg maar vandaag in site leuk vinden en die willen daarop stemmen, dat kan dus niet. Nee, dat gaat dus niet door. En vind jij Lubach toevallig heel erg leuk? Dan kan je daar niet op stemmen. Nee, dat gaat gewoon niet door. Nee, want de televisier, dat is dus een publieksprijs. Hoe vind je die dan? Ja. En dat kan dus niet. Want als het publiek gewoon zegt van die en die gaat winnen, dan zegt de televisier gewoon van, maar dat kan niet. Nee, want dat maken wij uit. Want wij bepalen dat. En dan ineens, oh, dan is het geen publieksprijs meer. Nee, want dan bepaalt de AVRO gewoon ongeveer wie er gaat winnen. En daarbij, los van dat allemaal, was dus de grote gekte, de afgelopen tijd dan, dat, zeg maar, Meilandjes, die hebben ook een tijdje geleden gewonnen. Die mochten weer wel meedoen, want dat programma heette dan Château Meiland of zo. En dat heette dan nu Château Bijstand. En dat was dan opeens geen afgeleide van spin-off, zal ik maar zeggen, van het vorige programma. Dat was dan niet zo. Dus daar zat ook nog eens een keer de kronkel in de kronkel daar bij de televisier. Wat zou je ervan zeggen? Ajax doet mee en Ajax wordt kampioen. Ajax mag het jaar daarna niet meer meedoen, want je kan geen kampioen meer worden. Hey, Ajax mag wel meespelen, ga je gang. Maar je kan geen nummer 1 meer worden. Nee hoor. Wat een flauwe kul allemaal. Hoe is dat nou toch mogelijk? Ik bedoel, als het publiek, als de mensen in Nederland besluiten dat, hoe heet dat? Vandaag Insight. Of die avondshow van Lubach. Dat die 6 of 7 jaar achter elkaar winnaar zijn. Dan is dat gewoon zo. Niks mee aan de hand. Dan wil het publiek dat. Dan vinden ze dat dus kennelijk de leukste programma's. En dan winnen die jaar in jaar uit. Nou en AVRO of televisier. Wat kan het je schelen? En hou op met die ongein.